tijd om de article en de asides te gaan opmaken. En daarvoor gaan we natuurlijk weer naar de versie voor de handheld smartphones. We zetten hem dus klein neer en we gaan kijken hoe we naar die tekst gaan opmaken. Het lijkt er nu een beetje op alsof de teksten van de knopjes te veel naar rechts staan. Het is natuurlijk ook de bedoeling dat deze teksten hier zo wat meer van de kant afkomen. En dat is dus niets anders dan padding. We hebben de padding al staan, maar we gaan eerst nog even kijken naar de letter. En dat doen we dan in Dreamweaver. We gaan voor naar het mobiel CSS. En we gaan nog eventjes kijken waar de font wordt ingesteld. Die kan je dan voor de hele body instellen. Het staat nu op de Times. Dus als we nu kiezen voor een font family. En we kiezen daarvoor de Verdana. Zo. Dan kunnen we ook nog meteen kijken naar de grootte. En dan zeggen we bijvoorbeeld de font size. En die kunnen we bijvoorbeeld zetten op 14 pixels. Dan gaan we kijken hoe we dat kunnen lezen. We gaan een reload maken. En we kunnen die teksten netjes lezen. We kunnen kijken of we hier de padding nog een klein beetje kunnen toevoegen. We hebben dat al staan natuurlijk in ons bestand. Die zat op dit moment in de nav. Padding left, die kunnen we bijvoorbeeld verhogen naar 25 pixels. En dan komen die teksten hier zo'n klein beetje meer onder elkaar te staan. Door de keuze voor de Verdana weten we ook natuurlijk dat de keuze van de koppen niet echt is veranderd. De keuze voor de padding, die kunnen we natuurlijk nog wel even verder toenemen. Dan moeten we dus iets gaan schrijven voor het article. En die staat dus op deze plek dat we nog voor de passend zitten. En dan kunnen we ook natuurlijk zeggen van nou, dan gaan we deze tekst even kopiëren. C. V. En dat is dan opmaak article. En aside. En dat is onder andere het plaatje wat we passend hebben gemaakt. We gaan eerst het article en het aside beschrijven. We geven ze wat padding. En dat is dus de padding die we kunnen aangeven met twee getalletjes. De eerste getalletje is de verticale padding en die zet ik op 0. De tweede waarde zet ik op bijvoorbeeld 19 pixels. Eens kijken hoe dat zo gaat uitpakken. En we sluiten deze dan af. We gaan kijken wat dat voor effect heeft. En we zien dat het dus nu een beetje van de kant afkomt. Het zou misschien eigenlijk leuk zijn als die ingrediënten en die kop 3 hier zo ook een beetje in de richting van de grote kop komt. En dat kunnen we misschien hierboven wel regelen. Eens eventjes kijken. Ja. En dat betekent dus dat we zeggen van nou, wat voor H1 geldt, dat geldt ook voor H3. Dat moet niet met een spatie alleen, maar moet ook echt een komma tussen staan. En dat betekent dat de selector dus zowel voor de H1 als voor de H3 geldt. En dat betekent dat die dus ook rood moet worden. En ook dat bijzondere lettertype kijkt. We slaan op. En we geven een herlading en dan zien we dus dat we ook deze bereidingswijze zo dit gaan krijgen. Dat die schaduw ook voorheen geldt, dat is in dit geval geen enkel probleem, want die is dan toch wit. Goed, dan zijn we met de vormgeving voor de mobiele telefoon al een aardig stukje gekomen. En dan gaan we natuurlijk straks kijken hoe dat gaat uitpakken voor de andere apparaten.